Hoi allemaal, ik ga vandaag eerst naar de stad toe, naar Utrecht. En dan ga ik even lunchen met mijn vriend en mijn oma. En daarna ga ik door naar Amsterdam, naar Social Influencers. Want daar gaat Ella Henderson, die de Britse versie van X Factor heeft gewonnen een paar jaar geleden. Die gaat daar optreden. En nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk dat nooit zo, dus ik kende er nog niet heel erg. Maar toen ik een paar nummers luisterde, toen vond ik het wel echt super mooi. Dus ik ben benieuwd. En het enige wat echt ontzettend een nadeel is dat het echt super vies weer is. Kijk, echt, als ik niet iets leuks te doen had, dan was ik zeker thuis gebleven, want het is echt smerig weer. Maar goed, niks aan te doen. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Deze crop top, die is gehaakt en dan high-waisted jeans en veterlaarsjes. En ik heb deze mooie oorbellen in. Dat dus vrij simpel. Een make-up ziet er zo uit. En ik denk trouwens dat ik deze dag echt strompelend ga doorbrengen. Want ik ben gisteren voor het eerst sinds 9 maanden of zo naar de sportschool geweest. En ik heb echt ongelooflijke spierpijn. Dus ik kan gewoon niet normaal bewegen. En ook niet normaal zitten en zo. Dus ik denk dat dat wel een uitdaging wordt. Maar goed, maakt niet uit. We gaan zien hoe het gaat aflopen. En nu moet ik gaan, want de bus gaat bijna. En ja hoor, de bus is te laat. Maar gelukkig hebben we hier een afdakje. Dus we staan droog. Een soort van matching schoenen. Dit is mijn oma, we zijn gezellig samen lunchen. En ze heeft lekker kroketten met brood. En wij hebben allebei een uitsmijter, dus echt super gezond allemaal. Hoi, ik ben Elise van Girl on the White Bike. Hoi, ik ben Charlotte van Koken met Charlotte. Ja. Yeah. Je haar is trouwens echt heel leuk. Ja, dankjewel. Ik heb echt een bloed voor de is. Ik ben Julie van de Filmkabouter. Leuk, leuk. En ik ben Sheling van Sheling Kamkes. Dus check even al deze kanalen uit. Check ze uit. Check it out. Check it out, girl. Check it out. Check it out. Dus check even alle kanalen. Ik zet zo even in de beschrijving. En we gaan nu naar Amsterdam. En dan gaan we dus naar de... Ja, dan hebben we een optreden van Ella Henderson. En ze heeft X Factor gewonnen. En ik heb net eventjes haar opgezocht. En het klonk allemaal heel goed. Dus ik ben benieuwd. En het wordt vooral heel gezellig, denk ik. Jullie zijn allemaal mensen die aan het vloggen. Ik ga jou nu ook vloggen. Oh, top. Vlogception of zo, hè? Hoe is dat toch? Oh, echt 16 minuten. Hey, is het drankje lekker? Oh, het is bijna op. Heel lekker. Heb je naar je zin? Gezellig met andere YouTubers. Exciting! Zo sexy blik hoor. Hallo. Net als de optreden waar je aan hè? gewoon bij Social Influencers en we hebben het heel gezellig met z'n allen. Ben je aan het vloggen? Ja, ik ben aan het vloggen. Is dit je afsluiting van je vlog al? Ja, dit is de afsluiting. Wauw. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook heel gezellig. Het eten? Ik weet net niet of het heel leuk is als jij dat in het bewerken gaat terugzien. Denk ik ook. En hoe vond je het eten? Ik vond het eten vooral het einde heel leuk toen we naar buiten liepen en zagen dat het 4-0 werd in 20 minuten dat we aan het afrekenen waren. Ja. En nu is het gewoon 5-0 voor, ja, voor Duitsland. Dus ja, dat vond ik het leukste moment van de dag. Nee hoor. Het was gewoon heel erg gezellig. Dat was heel leuk. En het tentje was wel een beetje crap, maar we hebben het gewoon leuk gemaakt. Als we morgen nog leven, dan kun je er ook eens gaan eten. Ik weet niet hoe het heet. Ja, Los Amigos. Los Amigos. In Amsterdam. Ja. Ergens. Geen idee hoe we er kwamen, maar we kwamen er. Het was goedkoop en best lekker. Nee, maar dat is niet handig. Dat was het. Okay. Doei! Doei.